Meneer Van Gaal, wat zijn uw herinneringen aan 1995, 25 jaar geleden nu alweer? Dat is wel lang geleden hoor. Maar goed, dat vergeet je je hele leven niet meer. Dat is de overwinning in de Champions League. En uiteindelijk dat het resulteerde in een tocht over de grachten van Amsterdam. En dat je toegejuicht wordt door een miljoenen publiek. Ja, dat is wel de grootste waardering die je als elftal kan krijgen, denk ik. Is het de mooiste overwinning uit de carrière? 25 jaar terug? Nee, want de finale was nou niet zo sprankelend. Ik denk dat we een jaar, dat zijn 8 maanden, tegen Real Madrid later. Dus het seizoen daarop, uit de beste wedstrijd hebben gespeeld. Onder mijn leiding bij Ajax. En dat was niet eens met het sterkste team. Of de sterkste individuele spelers. Dus dat zegt wat over het teambuildingsproces. We speelden toen met Davids op 4 volgens mij en Moussampa op 8. En Frank de Boer was geschorst en daarom waren die mutaties. En ja, wij wonnen daar met 0-2, 3 doelpunten afgekeurd door de scheidsrechter en 2 keer nog op de lat. Ja, en dominant aanvallend voetbal. Dus we kregen zelfs applaus van het Real Madrid publiek. Dus dat was wel prachtig. Maar dat vond ik als coach ook een van de betere wedstrijden die ooit gespeeld zijn door Ajax. Wordt u nog vaak herinnerd aan 1995? Als u hier in Amsterdam loopt bijvoorbeeld? Ja, nu natuurlijk. Hè. Nu is het een gekkenhuis. Want iedereen wil je hebben in het programma of in Helden bijvoorbeeld. Dan word je ook gevraagd om een interview. Ja, dan moet ik selecteren, want anders wordt het gewoon te veel. Maar dat is omdat het nu precies 25 jaar geleden is. Maar normaal gesproken word ik herinnerd aan wat meer recentere feiten.